Uit onderzoek blijkt dat mensen met een laag inkomen vaker last hebben van geldzorgen. Dit verhoogt de kans op stress, een slechtere gezondheid en het gevoel minder mee te kunnen doen in de samenleving. Hoe zorgt de gemeente dat geldzorg wordt aangepakt? Dit doet de gemeente met een beleidskader. Wat is een beleidskader? Een beleidskader is een plan waarin staat wat de gemeente wil bereiken en hoe ze dat gaan doen. Maar waarom doet de gemeente dit eigenlijk? De gemeente wil er zijn voor haar inwoners en hen effectief ondersteunen. Om het beleid op te stellen heeft de gemeente informatie opgehaald. Dialoogsessies, enquêtes, literatuur en data. De gemeente heeft hier belangrijke punten uitgehaald die helpen bij een structurele en preventieve aanpak bij het voorkomen van geldzorgen, armoede en schulden. Dit is beschreven in het beleidskader Geldzorgen. Oké, genoeg over de achtergrond. Wat doet de gemeente al op het gebied van geldzorgen? Geldregelingen om inwoners met een laag inkomen te helpen, zoals bijzondere bijstand, de gemeentepolis, de stadspas en een individuele inkomenstoeslag. Ondersteuning bij schulden, zoals vroegsignalering, adviesgesprekken, budgetbegeleiding, schuldregelen en nazorg. En preventiegeldzorgen, van het leren herkennen, bespreken tot het ondersteunen naar werk. Zo werkt de gemeente samen met verschillende organisaties om inwoners te informeren en te ondersteunen. En wat gaat de gemeente extra doen? Er komt een bredere aanpak op geldzorgen, waaronder preventie. De gemeente wil inwoners bewust maken van de beschikbare hulp bij geldzorgen en een extra ondersteuning bieden bij de belangrijke levensgebeurtenissen. Verder wordt er ingezet op toegankelijke en persoonlijke dienstverlening, door integraal samen te werken om beter aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen. Van persoonlijk contact, aansluiten bij verschillende levensfases tot het leveren van maatwerk. Samenwerken. Ook wordt er meer ingezet om de samenwerking te verbeteren tussen de vele maatschappelijke partners die iets betekenen voor mensen met geldzorgen. Zo weten partners elkaar beter te vinden en wordt het aanbod op elkaar afgestemd. Tot slot, monitoring. Het beleid wordt gevolgd en geëvalueerd om te bepalen wat wel en wat niet werkt. De gemeente neemt deze maatregelen om in contact te blijven met haar inwoners en zodat ze aan kan sluiten bij de behoeften van inwoners met geldzorgen. Met het beleidskader Geldzorgen wil de gemeente er zijn voor jou en samen met jou werken aan een financieel gezonde toekomst. Dus als je geldzorgen hebt, weet dan dat er hulp is en dat je er niet alleen voor staat.